President Desiree Delano Boutersen heeft op donderdag 28 februari van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, en zijn directieteam een exemplaar ontvangen van het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname 2019-2028. We waren hier om het Nationaal Strategisch Plan Gezondheidssector voor de komende 10 jaar aan te bieden. We willen daarmee ook aangeven dat wij serieus bezig zijn daar op volksgezondheid. Dat wij niet à la dol beslissingen nemen. We hebben een plan voor de komende 10 jaren. Omdat je de gezondheidssector toch ook met planning voor moet laten gaan in hun doen en laten. De president heeft het eerste exemplaar ontvangen. Ik krijg dus het eerste exemplaar. Vervolgens ga ik collega-ministers en DNA-voorzitter zo'n boekje geven. Waarna wij het aan het grote publiek gaan presenteren. Alle actoren van de gezondheidssector en belangstellenden. Het is heel belangrijk. De vier grote doelstellingen zijn een universeel mensgericht gezondheidszorgsysteem voor Suriname, een rechtvaardige, duurzame en universele financiering voor de gezondheidssector, middelen voor een efficiënt en effectief gezondheidszorgsysteem en de vierde doelstelling moet zijn sterk leiderschap en goed bestuur in de gezondheidssector. Dat hebben we dan helemaal uitgewerkt en natuurlijk voor de komende 10 jaar hier en daar kan het natuurlijk bijgesteld worden, maar dit is het basis waarvan wij denken dat de gezondheidssector van Suriname op moet gaan letten en moet gaan uitvoeren. Het is ook in 2 talen. Je ziet het, als je hem zo omkeert is hij in Nederlands, als je hem zo keert is hij in het Engels. Dankzij de PAHO hebben we het mooi kunnen drukken, onze trouwe en goede partner binnen de gezondheidsgebeuren. Die dus dit heeft ook een internationale erkenning. The Ministry of Health for the last 2.5 years have been working on the strategic plan. This strategic plan takes into account the situation analysis of health and well-being of the Surinamese population, and then taking what would be the want in terms of addressing the universal health in Suriname for the next 10 years. This is a strategic direction towards improving the health and well-being of the people of Suriname, as well as to look into what are the needs for the coming generation. This also takes into consideration the Sustainable Development Goal and agenda, which many countries are working, and Suriname in its constitution also works into health is a human right and then mandated by the constitution to make this available to everybody regardless of gender, sex or where they are living, whether they're their socioeconomic status. In this regard, in the last 2.5 years, we have been conducting consultation with different stakeholders, national and international stakeholders, and looked into primarily what would be the health of the people we need in Suriname for in the next 10 years. Ik zal er echt goede noten van nemen. Ik ben persoonlijk heel erg geïnteresseerd in de gezondheid in Suriname. Mijn bevindingen zullen een kleine verband bespreken. Ik wil namens de Surinamese gemeenschap, alvast aan ons volk, bedanken voor dit werk en uiteraard onze medewerker, studie en de Papen, ook bedankt. Wij gaan het bespreken, althans eerst doornemen en over het samen een keer doornemen.